Dit is de nieuwe productiezitter van de New Science Groep in Drongen bij Gent. Het bedrijf produceert veilige ingrediënten voor gezonde veevoeders en specialiteiten voor jonge dieren. Naast deze hoofdzetel in Drongen telt het bedrijf wereldwijd 12 productievestigingen. New Science stelt meer dan 1000 mensen te werk en heeft een jaaromzet van 450 miljoen euro. In deze nieuwe plant werd de beschikbare productiecapaciteit verdubbeld tot meer dan 100.000 ton per jaar. Onze topprioriteit is het produceren van hoogkwalitatieve producten die in 80 verschillende landen over de hele wereld worden verkocht. Dankzij de nieuwe procestechnologieën zijn wij in staat om alle samenstellingen die we ontwikkeld hebben ook zelf te produceren. De ontwikkelde kennis van New Science zorgt ervoor dat grondstoffen die niet door de mens kunnen worden geconsumeerd, toch op een efficiënte manier worden omgezet in vlees, melk en eieren, door ze te gebruiken in diervoeding. De consumptie van dierlijke producten tegen 2050 zien wij toenemen met ongeveer 50%. En dit voornamelijk ten gevolge van de stijging van de wereldbevolking tot 9 miljard mensen. Dus dat wil zeggen dat we inderdaad innovatieve oplossingen moeten bieden naar onze klanten toe, naar steeds hoogwaardige dierlijke producten en dit steeds met schaarser wordende grondstoffen. En de markt die vraagt bovendien niet alleen meer, maar ook gezondere diervoeding. New Science wil het gebruik van antibiotica verlagen door de ontwikkeling van gepatenteerde natuurlijke ingrediënten die de diergezondheid bevorderen. Vandaag worden deze ingrediënten door New Science geproduceerd en succesvol toegepast in de dierenvoeding. Onzorgvuldig gebruik van antibiotica in de landbouw kan leiden tot ontstaan van resistentie. Hierdoor verliezen medicijnen hun werking. In Europa en dus ook in Vlaanderen is het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar in dierenvoeders al meer dan 10 jaar verboden. Maar in de rest van de wereld is dat niet zo. New Science is altijd een pionier geweest in het zoeken naar natuurlijke alternatieven voor antibiotica en heeft in dat kader onderzoek uitgevoerd samen met Flanders Food. Dit heeft geleid tot innovatieve oplossingen voor het probleem. New Science is vandaag een van de marktleiders in de natuurlijke vervangers voor antibiotica en wil ook een belangrijke rol blijven spelen in dit maatschappelijke thema. Dankzij procesinnovatie kan New Science bovendien gestandaardiseerd de beste productkwaliteit garanderen voor de innovatieve producten die in Drongen worden geproduceerd. We hebben innovatieve voedersamenstellingen ontwikkeld voor jonge dieren, want net zoals bij baby's is een goede start van het jonge dier bepalend voor zijn algemene gezondheid en verdere ontwikkeling. Evenwichtige voeding van bij de start zorgt voor gezonde dieren en dan krijgen we de beste melk en het beste vlees en zo kunnen we elke dag fit en gezond van start gaan.